mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Samen met Leroy gaan we deze doen. Hallo Leroy. Hallo. En we zijn eigenlijk heel erg druk bezig geweest met de nieuwe dive coaster in ons park. En we willen hem eigenlijk eerder openen dan de dive coaster in het bekende Efteling. En want Efteling is nu bezig aan een nieuwe dive coaster, hè? Dat weet je. En de Baron. En wij willen toch iets heel anders maken met een heel ander thema. Gewoon geen mijn thema, maar een beetje een piratenstijl. En, en natuurlijk hoort er ook een dark ride bij de piratenstijl. Een loopattractie en een achtbaan. En dit keer gaan we dus de loopattractie verder bouwen. Maar we hebben ook een heel belangrijk iets wat we gaan weghalen uit Disneycraft. Nou ja, eigenlijk weghalen. We gaan het verplaatsen. Ja, dat zie je na het intro. Oké, people, let's go to work. Jongens, ik heb een eigen slushpuppymaker. Oude sapschil. Ja, kijk, het is echt. Het is serieus echt slush. Echt grappig. En alleen Vincent die drinkt slushpuppy als het gewoon buiten keikoud is en er schijnt geen zon. Het is het regent de hele dag. Dan is het gewoon tijd voor een lekker ijsje. Want Leo en ik hebben gisteren elkaar ontmoet. Voor de tweede keer geloof ik nu, hè? Derde keer. Oh, derde keer zelf. Oh ja, ja, de Gathering, de Efteling en. Of niet? Nou weer, ja. Jawel. En toen hebben we een lekker ijsje op. Ja. Dus, met aardbei. Met aardbei, saus. Waarbij? Aardbei. Ja, aardbei. En Leo, ik zet je iets harder in Teamspeak. Ik vind het helemaal goed. Ja, hou je vast? Ja? Ja? Ben ik hard? Ja? Praat eens? Ja. Sowieso, ja, ik hoor je goed. Oké. En hieronder, we hebben een piratendolf. En het dolf is wat anders dan je denkt. Want het is namelijk echt een heel erg lastig dolf. Mensen, zoals je ziet, de carpets zijn er nog niet geplaatst. Dus de moeilijkheidsgraad is nog niet aanwezig. Maar dat komt waarschijnlijk door het kopiëren en plakken. Want we hebben namelijk een attractie die we hebben weggehaald. Of verplaatst eigenlijk. En die staat nu helemaal onderin. Waar Kasteel Vlure even demonstreert. Waar de ingang is van die attractie. En hij gaat naar binnen. Jullie kennen het wel. Waar piraat heb ik weggehaald? Dat is niet zo slim. Want hoe kom ik nou makkelijk bij die attractie? Spookhuis. Wonderworld? Ja, dat piraten. Ja, dat piraten. Twee piraten. Ja. Twee piraten. Kijk, we hebben altijd de vraag gekregen. Vincent, waarom is er zeg maar een piratenattractie die hier, waar ik naartoe vlieg? En waarom staat er nu nog een piratenthema aan de andere kant? En toen had ik zoiets van, nou, we gaan het gewoon verplaatsen. Dus wat je hier allemaal ziet, heel dit gebouw, dat is helemaal verplaatst naar naar de andere kant toe. Dat is wel heel apart natuurlijk. Nou, dus we gaan en we dachten in deze video gaan we gewoon laten zien dat we dit gewoon massaal gaan weghalen. Hallo, massaal. Zo. Massaal, hè? Ik ben even met die carpets bezig trouwens. Dan, super. Ja, want weet je hoe de vorige keer hoe ik dat had gedaan? Ja, ik zie wel dat. Dat je een route doet en die route moet niet kloppen met hetgene wat je ziet, weet je wel? Ja. Oh, oké, mooi zo. Dat had ik heel sneaky gedaan. Ja, een beetje pesten, ja. Ja, daar zit ik zelf ook van. Echt? Oh. Ja, dan komt het plafond, de paarse plafond. Nou, mensen. Even kijken hoor, we gaan hier even wat plaatsen. En ik zou niet in de gat verdwijnen, jongens, die hier allemaal lopen. Want dan ben je de sigaar. Zo. Sigaar? Ja, helaas. Er zijn een paar mensen de sigaar. En zoals je ziet is dit een plein aan het worden. Heel mooi plein, lekker groot. En zo zie je maar weer dat Disneycraft best wel een... het zag er best wel groot uit. En hier staat trouwens een winkeltje die ik heb gesloopt. Die moet ik dus eigenlijk dicht gaan maken even. Zo. Dit ziet er natuurlijk wel lelijk uit, maar dat gaan we later nog wel even repareren. Hè? Dat is de bedoeling. Hier in de bomen zijn ook half afgekapt. Hier staat ook een gebouw. Het is nog de Main Street van die. Hey, Main Street! Main Street, dat hebben we nog niet, hè? Nee, dus daarom is deze wel extra bijzonder. Ja, vind ik ook. Ik kopieer dit trouwens, want ik wil dit wel eventjes ergens hebben. Een stukje Main Street. We hebben een enorm gapend gat hier. Ja, apart hè? Ja, ja. Even wennen ook, denk ik. Ja. Oh, dat ziet er gaaf uit zo. Ja, kijk, dit is wel gaaf. Ja. Wat een groot ding, hè? Ja, joh. Dat,
Dat was echt een hele grote dark ride. Ja, het was echt te groot hoor, deze dark ride. Maar daarom hebben we hem dan onder de grond neergezet. Gewoon omdat het, ja, natuurlijk oogt het ook niet heel erg mooi als je natuurlijk hele grote attracties hebt. Kan wel. Maar ja, zoals bijvoorbeeld, ik vergelijk maar weer met goede gethematiseerde parken. Dan haal ik toch maar weer Efteling erbij. Dan is dat gewoon uniek dat ze dark rides zoals Vogelrok, Droomvlucht, Fata Morgana, Carnival Festival allemaal aan de hoeken doen van het pretpark. Want anders krijg je net zoiets als Pandadroom en het Spookhuis. Dat je midden in het park gewoon een dark ride moet zetten. En dat oogt gewoon niet mooi. Want je moet eerst moet je bedekken met thematisatie of natuurbomen. Of je moet het met andere dingen gaan, met gebouwen. Kan je het ook een beetje schuilen. Ja, toch vind ik, dan moet je er weer helemaal omheen lopen. Ja, en daarom hebben ze het mooi aangepakt met Droomvlucht en zo. Ja, is toch wel slim, ja, toch? Slim, ja. Zit hij weer te slurpen, hoor. Sorry. Oh, slurpen. Kom ook allemaal rook vanaf nog. Ja, jullie zien het niet goed. Rook? Maar staat in de fik, denk ik. Wat zeg je? Dan staat hij in de fik, denk ik. Ja, misschien wel, ja. Nee, het is natuurlijk ook een meer. En dat meertje ben ik vroeger eigenlijk helemaal niet blij mee geweest. Dat het hier stond. Het is ook een beetje raar om zo'n meer te hebben hiervoor. Nee, ik vond het nooit. Ik weet niet, ik vond het niks hebben. Het sloeg nooit aan met een stuk water. Misschien kunnen we het wel aansluiten met dat stuk water. Maar misschien kunnen we het ook gewoon weghalen. En het spookhuis wat groter veld geven. Dus een wat grotere arena. Ik denk dat het nog mooier is. Het spookgebied wat uitbreiden. Ja, want ik vind, we hebben natuurlijk een doolhof en we hebben een spookhuis. Maar het hele gebied eromheen is een beetje vol met bomen staat het eigenlijk. Ja. Het is een beetje een onoverzichtelijk terrein. En misschien kunnen we wel een hele leuke grote enge spooktuin voor maken of zo. Of misschien dat doolhof nog uitbreiden misschien. Want dat is ook een heel fantastisch doolhof. En ook echt een creepy doolhof. Ja. Ik vind dat een heel leuk idee. Gewoon lekker dat piratenthema weg. Ja, vind ik ook. Dat meer niet meer. En nee. Gewoon een verandering weer. Ja. Even lekker een oldschool bouwvideo gaan we doen. Speciaal voor jullie. Eerst slopen. Ja, eerst, ja, dat moet er altijd bij. Hé, een grap is er ook. Grap heeft ook een hele scary skin. We zijn echt in de Halloween band. Allemaal hoor. Allemaal. Wat zeg je? Skin? Oh, ik moet hem ook nog aanpassen. Ik ook nog niet hoor. Maar... Nee, ik moet hem nog aanpassen. Wat vind je van hier van die huisjes? Ik vind het eigenlijk wel. Daar kan je wel met de Super Picnic pickaxe op rammen, denk ik. Wacht even, daar kom ik zo naartoe. Moment. Hier zo, dit schipje. Schip. Oh ja, ja, dat mag wel weg. Ja, maar daarom gaan we ook, zeg maar, hier dat veld gaan we gewoon, dat water gaan we weghalen. En dan dat huisje was ook wel schattig. Dus zeg maar vanwel, jongens. We gaan gewoon echt ineens grove lijnen zetten. En dat doen we heel vaak hoor, in Disneycraft. Dat we echt in één keer zeggen, ineens iets omgooien, zeg maar. Dat we denken van, vaker dan jullie denken. Ja, ja, veel meer, ja. Dat is leuk. Het is gewoon iedere keer, als het park binnenkomt, dan is er wel hier iets veranderd of iets anders. Of, oh. Zo doen we dat? Ja, zo doen we dat. Is er wel een keertje wat anders en dat is leuk. Dat hoort erbij. Grote veranderingen hou ik zelf ook wel heel erg van. Iedereen wel, denk ik. Dat is niet meer zo standaard, zo... Klinkt zo standaard. Ja. En dat is het voordeel weer aan zo'n zelfbedacht park. Ja, dat is het voordeel. Je ziet heel veel mensen die bouwen, zeg maar, bestaande parken. Nou, maar dan ben je gewoon klaar op de duur. Dan kan je niks meer. Ja, of je moet wachten totdat een pretpark iets gaat bijbouwen. En dat kan ook heel lang duren af en toe. Dus ja, dat is ook wel weer een nadeel natuurlijk. Dat kan jaren duren voordat er weer iets bij komt. Zit hier te slurpen. Ja, doe je wel veel langer over dan hoe noem je dat? Een frisse Fanta blikje. Ja, maar pas op voor brain freeze, hè? Ja, dat moet goed komen, toch? Heb je dat vaak, brain freeze? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik altijd. Ja, het ligt eraan. Vroeger had ik er meer last van, maar ik denk dat je ook... Als je mijn slushpupje vooral had ik het altijd. Maar ik denk dat het ook... De manier is, ja, als je heel dorst hebt, dan moet je wel uitkijken. En niet achter elkaar gaat inhalerig drinken, weet je wel. Ja, ik ging gisteren naar jou toe, vanaf Amsterdam. Ja. En toen heb ik mij van een Starbucksje gehaald en een ijskoffie. Ijskoffie, ja. Toen had ik ook even brainfries in die trein, hoor. Ja, toch wel, ja? Ja. Ja, dat is misschien omdat je lichaam misschien even moet wennen of zo en al die dingen. Ja. En ik snapte eerst niet hoe kan ik nou brain freeze krijgen, maar
blijkbaar kan het ook als je geen hersenen hebt. Ja. Hebben hier mensen last van. Hoort te bie. Ganazen. Ganazen. Nee, ik heb serieus een beetje mijn webcam moeten bijschroeven dat het wat lichter werd, omdat gewoon... het is gewoon donker, zeg maar, in de server en in mijn kamer. Dat gewoon, het is gewoon sowieso heel erg donker buiten. Ja, want Halloween. Ja, sowieso Halloween, ja. Want wij hebben natuurlijk ook wat gedaan met Halloween. Een kleine, korte voorstelling. En dat is iets wat heel veel mensen nog eigenlijk niet weten. En sommigen ook weer wel. Want die hebben namelijk bij Warp Halloween een heel groot huis gezien. Wat eigenlijk afstaat, waar je niet in kan. En ja, dat geeft dan een soort van hint van, we zijn iets van plan. Weet je wel? Mm-hmm. Ja, en af en toe... In één keer een donderslag in de server. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Oh, hoor eens. Zoiets. Zoiets, ja. Dat hoor je af en toe wel. Steeds vaker ineens. Dus ja. Maar wat het is, precies. Dat weten we niet. Dat kunnen we nog niet vertellen. We zeggen wel nee. Dat op gewoon op 31 oktober. Dat ik weet niet op welke dag het valt. Ik ga nu voor je kijken. Ja, dan gaan we in ieder geval... Vrijdag. Volgende week. Oké. Okay. Ik doe op een vrijdag op. Kijk. En dan gaan we dan... Wat maken. Wat doen met de show die we gaan doen. Dus sowieso checken bij Warp Halloween. Ik laat het even ook zien in deze video. Dan weet je precies van wat ik bedoel. Warp Halloween. En dit is het gebouw waar het plaatsvindt. En zoals je ziet... ziet het er best wel scary uit. Ja, toch? Ja, er gebeuren hier vreemde dingen. Inderdaad. Maar wat voor dingen, dat zeggen we liever niet. Dat blijft nog een beetje een geheim. Toch? Inderdaad. Ja. Mooi zo. Nou, ik ga weer terug. En we gaan even kijken, want het spookgedeelte gaan we natuurlijk upgraden. Dat gaat niet zomaar in één video. Dat kunnen we helaas niet. We moeten even plannen voor gaan schrijven en uittekenen en alles. Goh, heel ja, ontwerpteam ja, erop af. Het ontwerpteam gaat eraan bouwen. Deze ontwerp. En dan gaan we ook sowieso het spookhuis gaan we ook nog een beetje renoveren. Dus vooral natuurlijk de buitenkant, waar daar gaat het om. En dat doen we eigenlijk, dat kunnen we best wel een zeggen, omdat het Halloween is natuurlijk, kunnen wij dit ook. Of misschien kunnen we wel iets meenemen van Halloween wat we hebben gemaakt. Voor de show. Dat zou ook nog weer heel leuk zijn. Maar ja, dat is voor na de video. Dat is voor na de video. Ja, dat gaan we allemaal bespreken. En ja, natuurlijk wil ik jullie ook vragen. Heb je een hele leuke enge Halloween skin? Trek hem aan. Want je kan op de dag van Halloween, als je komt met je Minecraft skin in het park, zoals Oscar laat zien. Een heel creepy, eng mannetje aan zijn rug. Wat eigenlijk aan zijn skin is genaaid, lijkt het net. Heel creepy. Ja. Beetje een Voldemort idee. Hè? Nee, dat is van zo'n spel, is dat. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Ken dat niet? Isaac, de Binding of Isaac. Oh! Oké. Okay. Ja, ja, ja. Grappig. Ja, daar is die fan van, dat weet ik al. Nee, maar dan mocht je komen, dan kan je dus leuke prijsjes winnen. En we gaan misschien ook wel natuurlijk livestreamen. En dat wordt heel gaaf. Dus wees prepared op Halloween. Ja. Wees voorbereid. Ja. Er staat hier wat in de bossen. O jee, en nu? En ik weet niet wat hij hier doet, maar ik, kom eraan. Ik heb hem vaker gezien. Wat? Wat is dat dan? Ja, die is hier vaker. Wat vreemd. Oh! Huh? Hij is weg. Wat? Ik kon niet goed zien wat het was, maar... Komt hij een paar keer in de server? Die zie ik hier vaker, ja. Oh, raar joh. Afijn. Nou, goed. We gaan weer door. Ook apart. Professor. Ik kon zijn naam niet eens goed lezen. Iets met professor. Professor. Ben benieuwd. Ja. Zo, we gaan eens even gras neergooien. Grasmaaien. Oh, daar ben jij goed in, hè? Ja, dat is mijn bezigheid. Kijk, weet je wat nou zo heerlijk is? Kijk, let op, hè. Kijk. Jij pakt natuurlijk ouderwetse grasmaaier, maar ik heb altijd zoiets van, jongens, we doen het gewoon op deze manier. Hup. Oh, ja. Hup. Jammer. Kijk, dan is er één keer gemaaid. Ja. Ja, dat is heel makkelijk natuurlijk. Ja, dat is het. Hier hebben we natuurlijk een beetje een jungle thema hier, hè? Een beetje safari-achtig. Grindel. Er gaat een attractie. Daar gaat hij, de hangattractie. We hebben maar één hangattractie. Nou, één hang-achtbaan, want we hebben wel achtbaan, we hebben wel een attractie namelijk. Dat is natuurlijk de Wonderworld. Maar voor de rest hebben we niet echt hangattracties, hè? Disney Dreams. Nee, Disney World. Disney...
onder het kasteel staat hij. Oh, de Disney World. Waar je dromen uitkomen, waar de dromen waar worden gemaakt. Where dreams come true. Nee, natuurlijk, mensen, jullie weten dat de attractie is gebaseerd op Droomvlucht. Omdat natuurlijk Droomvlucht is een fantastische attractie in mijn ogen. En daar is het op gebaseerd, net als een aantal andere attracties. Hebben ook van Disney gebaseerd van verschillende pretparken. Dus dat is wel heel leuk om dat misschien voor jezelf eens na te gaan van waar het vandaan gebaseerd is. Heel veel attracties zoals de Jungle Stone Slider is gewoon echt helemaal zelf bedacht. De Indiana Jones klopt ook totaal niet met de Indiana Jones in Disneyland. Dus dat is ook wel heel gaaf. Is de enige achtbaan met twee loopings aan mijn hoofd? Volgens mij hebben we geen achtbaan met meerdere loopings. Dacht ik. Nee. Nee, volgens mij niet. We hebben wel de Space Mountain, maar er zit er maar één in volgens mij. Ja, er zit er voor maar één in, een halve looping geloof ik. De Donutbaan ook maar één. Ja, we hebben eigenlijk dus echt de ruigste achtbaan, denk ik, de Indiana. Ja. Maar dat geeft helemaal niks. Space Mountain is ook wel een ruiger, hoor. En je gaat natuurlijk bij deze attractie is het leuk dat je natuurlijk zeg maar een dark ride gedeeld hebt onder de grond. En dat je weer afgeschoten wordt en recht omhoog gaat. Dus een klein beetje het dive coaster idee al was in onze heel server. Heel spannend, ja. Ja, dan gaat natuurlijk nog een dark ride gedeeld in het skelet. Waar je een scène ziet van Indiana Jones. Zo, dit gedeelte ga ik ook nog even weghalen. Zo. Dit is allemaal van de piratenattractie geweest. Dus het staat er ook al heel lang dit hoor. Dus piraten, ja. De piraten, ja, de attractie. Maar het werd een keer gezegd hoor, want ja, zullen we niet gewoon die piraten weghalen? Het was een heel gedoe, omdat het echt een extreem grote attractie is. En ik had er ook geen zin om het weg te halen. En nu we dus bezig zijn aan een supermooie piratenloopattractie, aka Dolhof, aka interactieve attractie voor jullie bezoekers, wordt natuurlijk wel iets vets. En ja, dat is ook belangrijk dat we dat gewoon up-to-date houden. Het nieuwe terrein ligt ook vlak bij de ingang. Dus dat is voor ons ook iets van, ja, dit moet wel echt perfect worden. En echt heel tof. En ja, de Haaks Ondergang was natuurlijk al een van de eerste attracties in het park. Dus dat is natuurlijk mooi om dat weer een beetje te eren, hè? Echt een klassieker. Echt een oldschool klassieker, echt een ja. Oldschool klassieker. Leuk, hè? En ja, daar zijn we dus lekker mee bezig. Ja, zeker ja, weten, ja. Lekker druk. Van alles eigenlijk een beetje door elkaar. Er zitten... Er komen heel vaak projectjes tussendoor, zoals wat we pas hebben gedaan. Wat echt een enorme toevoeging is, is natuurlijk het magische Disneycraft koffertje. Ja, klopt. De nieuwe plugin hebben wij inderdaad. Waar je dus misschien ook wel leuk om even te laten zien, maar ik moet dan even opnieuw inloggen in de server, omdat ik... Ik heb er hier eentje voor je. Oh, heb je er eentje waar ik even op kan klikken? Ja. Oh, wacht even. Is dat er een? Zo. Zoals je ziet komt die dan in je inventory. Het magische Disney koffertje, daar klik je rechterop en dan zie je dus allerlei spulletjes. En we updaten nog steeds de plugin, dus let op bugs. Nou, achievements. Zoals je ziet moet ik er nog een paar halen. Ook dat ze rood en groen knippen is nog een beetje een bug waar we mee bezig zijn. Zoals je ziet, maar ik moet er nog een paar halen. Degene die rood staan, oh ik heb ze allemaal gehaald. Logisch. Ik heb ze zelf gemaakt. Nee, maar ik wil ze sowieso met een andere karakter die ik heb. Ik heb natuurlijk meerdere Minecraft accounts. Wil ik gewoon die achievements halen. Misschien met Kroelbeer. En dan ga ik die achievements halen. En ja, het zijn echt hele pittige achievements. En sommige bezoekers helpen elkaar. En het is natuurlijk het eerlijkst als je het zelf gaat proberen. Nou, en wat we nog meer hebben is bijvoorbeeld... je kan de chat leegmaken, maar dat zoals je ziet. Zit. Dus dan is de hele chat leeggemaakt. Alleen voor jezelf, hè? Niet voor de rest. Dus nee. Alleen voor jezelf. Ja. En ik heb dus een paar vrienden toegevoegd. Die heb ik geaccepteerd. Ik kan ook zien welke mensen er online zijn en welke offline. De mensen die offline zijn, zijn eigenlijk skeletjes geworden. En Leroy en Lodrol zijn bijvoorbeeld online. We hebben ook een... even kijken. Je kan je eigen kledingkast. Even zoeken waar die zit, hoor. Zit hij bij kledingkast bij het prullenbakje en dan kan je dus jezelf helemaal aankleden door op het juiste... Nee, zit rechts toch? Rechtsbovenin. Ja. Oh ja, rechtsbovenin, ja. En dan kan je dus zelf kiezen wat je aankleedt. Dus ik doe nou een iron chest. Zo, huppakee. Oh. Leuk hè, zie ik er goed uit of niet? Absoluut. Tof. Je zult het niet meer koud krijgen denk ik. En voor de VIP's is het ook leuk. We hebben ook een VIP menuutje. Dat is dat diamantenblokje en dan kan je bijvoorbeeld je vliegmodus aan en uitzetten. Dus wil je gewoon eens weten hoe het is als een bezoeker... En dan mag je gewoon zelf bepalen wanneer jij je fly aan en uitzet. Dus dat zijn leuke kleine updates. En het wordt wel heel erg gewaardeerd. Want heel veel mensen zijn al keihard bezig met de achievements halen. En dat is ook wel een heel erg groot voordeel. Allemaal al. Ja, sommigen niet normaal. Die hebben binnen één dag hebben ze het al gehaald.
hebben ze iets van, oké, okay, we moeten ze binnenkort nog moeilijker maken waarschijnlijk. En dat gaan we ook zeker doen, dus bereid je vast voor. Zo, nou, dit ziet er al apart uit, een beetje leeg. Zo'n vlak te zien, hè? Ja. Heel apart. Maar wij gaan nog even brainstormen. Ik bedank je sowieso voor het kijken naar de video. Geef een like en vergeet niet te abonneren hier onderin. En Leroy, bedankt voor het meedoen in deze video. En natuurlijk ook de mensen, bezoekers en VIP's. Ik laat even iedereen zien die vandaag online waren in de server. En vergeet niet om te joinen op het IP play.disneycraft.nl. Ik zie je later. Doei doei!